Sport in Gouw. Wereldwijd, maar toch dichtbij. Daar winnen we weer, maar Sport in Gouw nog steeds natuurlijk op een locatie in de garage. Je naast mij is onze coach Rick Schuller. En wat doet Rick Schuller hier? Die is van ijszeilengrouw.eu wil te verstaan. Rick, welkom. Dankjewel. Je hebt ijszeilen al een mooi wat jaren volgens mij, tenminste als er winter is. Ja, in Gouw zijn er al heel veel jaren en heel veel mensen die met elkaar ijszeilen. Dat gebeurt inderdaad elk jaar inderdaad, mits er winter is. Ja, en maar een soort enthousiasme. We hebben hier Beagle Junior Equalhorn. Ja. Die is tot hier zakketon. Ja. Dat jongen hij mis. Jij wil graag dingen onderbouwen. Dus daarom hebben we nog zijn van wij willen een officiële e-sielvereniging installeren. Klopt inderdaad. Met een aantal bestuursleden zijn we een paar jaar geleden benaderd door een aantal ijszeilers. Zo van, nou goh, het zou toch leuk zijn om een keer eens een wedstrijd met elkaar te zeilen. We kunnen elkaar eens even meten in plaats van achter elkaar aan te zeilen. Dat heb ik samen met René, hebben wij dat opgepakt. Ja. Zo door de jaren heen hebben we daar ook een ijszeilbokaal aan gehangen, hè, voor de winnaar. Toch wel gemeend om het inderdaad wat te formaliseren. IJszeilen, het is ontstaan, neem ik aan, vanuit de kroeg, daar is praten van, hey, dat ligt dus wel leuk, als er iets is, ja. Op een pikmaar, ja. Op een wiede, ja. Houdt het of houdt het net, wij gaan er gewoon voor, wanneer het eventueel kan, volgens uw normen, dan gaan wij gewoon ijszeilen. Zo is het inderdaad, ja. We kijken eigenlijk met de dag, dus op het moment als het begint te vriezen, en nu komende week zijn de voorspellingen dat het wat gaat vriezen. Ja. Nou, dat begint dat bij de meeste leden het gevoel begint te bekruipen. We gaan spullen uit het vet halen. Ja. Dat zien we ook gebeuren, dat gaat ook gebeuren. Of we ijs krijgen, dat is vraag 2, maar we zijn in ieder geval klaar voor. Dat betekent dat wij ook als organisatie er klaar voor zijn. Dus op het moment als er ijs ligt en we vinden het verantwoord om te gaan zeilen, dat wij onze leden uitnodigen, een wedstrijd uitschrijven of een tocht en vervolgens gaan we de wedstrijd organiseren. Het zit al je grootste zien, neem ik aan, die zich daar met waan te horen met de ijszeilvereniging. Ja, de bestuursleden zijn allemaal grootsters. Dat zijn ook een aantal ijszeilers zelf. Maar wat we belangrijk vinden, dat is met name ook jongelui. En dat jongelui daar ook in zitten. Romein Doornbos zit erin, Herhoog Hingster. En dat die uiteindelijk op een gegeven moment over misschien wel 5 of 6 of 7 of misschien wel 10 jaar zeggen van nou, laat ons het bestuur maar doen. En dan kan ik aan de kant gaan staan en te kijken, goh, dit is mooi. Maar de vereniging is nou officieel, deze mannen? Wij zijn 15 november hebben wij een officiële oprichting gehad in het zeilcentrum. Wat we toen op dat moment omgedoopt hebben door het ijszeilcentrum. Ja. Daar hebben we een oprichtingsvergadering gehouden. En op dit moment hebben wij 20 leden, waarvan 4 niet zeilend. Donateurs zijn uiteraard ook welkom. En daar hebben we nu ongeveer 1 of 10 van. Wat dat betreft zijn we niet geheel ontevreden. Nee, maar Jim vind ik al wat jaren mee bezig. Ja. Ik heb me wel eens twijfel om zo'n. Ik al van Grauwe in de decemberman. Dan heb ik zo'n culinair gebeuren. Ja. De game hem zelf ook een beetje promoten als vereniging. Oh, dat is ook heel belangrijk. Dat is in dat proefvrouw. Proefvrouw, ja. Is dat inderdaad geweest. Daar zijn we gevraagd om daar een invulling te geven. Het past ook mooi in het thema winter. Ja. En uiteraard met als doel een stukje promotie. Ja. Ja. Maar je bent afhankelijk van IJs. Ja. Ja, en is ik in IJs, wat dan? Wat betreft het zeilen zal natuurlijk hier weinig gebeuren. Ook, dat is ook een van de redenen waarom natuurlijk een vereniging opgericht. Hè. Daarmee creëer je natuurlijk een platform. En natuurlijk probeer je dan een gezellige avond. Ja. Informatieavond over regels. Hè. Dus mensen die betrokkenheid met het ijszeilen om die wat te laten vertellen. Daarnaast hebben we leden die dus zeggen van nou, als we hier niet kunnen zeilen, dan gaan we naar het buitenland. We hebben een aantal leden die dus inmiddels al in Polen hebben gezeild, in Tsjechië. Dus die trekken er echt op uit. En ja, dat zijn echt de diehards die hard voor de sport hebben. En die dan ook zeggen, nou, dat vinden we prachtig. Dus wij gaan met auto, met hele spul op dak richting het buitenland.
je thuisbasis is officieel nog ik het zelfcentrum Grauw of is dit dat los van kwam? Ja, dat staat los van elkaar. We moesten op een gegeven moment de ruimte hebben en ach, op een gegeven moment dat past natuurlijk heel goed bij elkaar. Dus op een gegeven moment hebben we het zelfcentrum gehad. Kunnen we bij jullie de ruimte gebruiken, maar het is niet het thuishonk. Nee, dat net. We zitten onder op de Weide E waar we een opstapplaats hebben. Oké. Okay. En, ja, waar is dat dan? Waar mijn los dan? Dus uit de opstapplaats bij de even. Ja, dat is aan de onderkant bij de ingang richting Akkrum. Dus ja? De vaart naar Akkrum toe, daar is een opstapplaats. Waar hoe kom je daar dan? Dan kunnen we via de weg kunnen er komen. En daar kunnen de ijszeilen, die staan er ook, die blijven er ook staan. Oh. Dus de hele periode. Mooi dat. Dat mag, ja. Ja. Daar zit een klein campingje zit daar. En daar hebben we met de beheerder een afspraak gemaakt dat we daar gebruik van mogen maken. Om in ieder geval daar en auto parkeren en vervolgens op te kunnen stappen. Oké. Okay. Ja. Maar wat is nou de volgende stap? Deze komende dagen, zeker een weekend, van de IJszeilen Grauw Vereniging? Zoals gezegd hebben we formeel de vereniging opgericht. Ja. Het is allemaal vastgelegd bij Kamer van Koophandel. We zitten nog wat in de afrondende fase als het gaat om eigen bankrekeningnummer. We hebben een plan van aanpak, zoals de gemeente dat nog zeg maar een draaiboek ingediend, ja. Wat dan getoetst gaat worden. En op basis daarvan gaan we een vergunning krijgen dat we in ieder geval mogen en kunnen zeilen. Nou, en dat de vereniging indekt is, ja. Bij kameliteiten, dat de leden structureel onderbouwd binnen, mooi, ja. Kameliteiten, ja. Dat alles goed indekt is, dat je van jezelf net voor complicaties komt. Nee, de tijd vraagt toch om dat in ieder geval met elkaar over na te denken, dat hebben we ook gedaan. De mensen die meezeilen zijn sowieso verplicht verzekerd, hè, zoals iedere Nederlander gewoon verplicht verzekerd, dus dat stellen we ook als eis. En daarnaast hebben we als vereniging een evenementenverzekering die je gewoon afsluit op dat moment voor eventuele, ja, hopelijk niet te gebeuren schade aan derden. Nee. Want ja, uiteindelijk zit het natuurlijk op openbaar water. Ja. Dus het kan zomaar gebeuren dat of mensen staat kijken en ik zou zeggen, kom een keer kijken op het moment af te gaan zeilen, want dan zal je ook zien dat het loeihard gaat. Dat doen we. Snelheid van 80 km per uur, dat wordt gehaald. Ja, dat is echt razendsnel. Dat is gevaarlijk. Ja, zeker. Dat bedoel ik wel, ja. Nou, we gaan het volgen, Rick Schulder. Bedankt voor die komst hier in de studio van Sporting Grauw. En succes. Dankjewel. En we rekenen op een goede winter nog. Daar gaan we vanuit. Hartstikke best. Supporter worden van Sporting Grauw? Mail redactie@sportingrauw.nl